Hallo vriendjes en vriendinnetjes. We gaan een wandeling maken door Vlaardingen. En onderweg komen we langs heel wat locaties waar Bassie en Adriaan hun avonturen hebben opgenomen. In deze video lopen we van locatie naar locatie en krijg je telkens het fragment te zien wat er op die locatie is opgenomen. De route is ongeveer 3,5 kilometer lang, maar je kunt deze inkorten of verlengen zoals je zelf wilt. En tijdens deze video krijg je tips om extra locaties te bezoeken. Ga je mee? We starten onze wandeling bij Museum Vlaardingen. Loop de weg in die naast het museum loopt, de Vette Oortskade. De eerste weg sla je rechtsaf en dat is de Landstraat. Na 75 meter zie je aan de rechterkant dit muurtje. Hoi, niemand te zien. Als we daar zijn, zijn we vrij. Springen. Nee, dat durf ik niet. Springen. Nou ja, als je dan zo graag wil. Op veelvuldig verzoek op de grote stille heide. Op de grote... Hey figuur, ik zei springen. Want dan verstond ik dat verkeerd. Zo, dat was een sprong. Ja. Hey, wat gaan we nou doen? We gaan naar de baas. Naar Sinterklaas? Nee, we gaan naar de baas. Oh, en wie is dat dan? De baron. Loop verder tot je bij een kapsalon aankomt en ga hier linksaf de Rijkenstraat in. Dit is trouwens de kapsalon waar Aad altijd zijn haar liet doen. Als je voorbij de parkeerplaats bent, kijk dan even achterom. Aan het einde van deze weg is de locatie met het katje te vinden. Let wel even op dat je de mensen niet stoort op hun privéterrein. De redder van de natuur. Dat zat natuurlijk op die balk op 15 meter hoogte. Ja. Toen heb ik snel een ladder gepakt. Ja. Ik ben naar boven geklommen. Ik wilde dat katje pakken, ja. Maar ik kon er niet helemaal bij. Toen ben ik op die rigger gaan staan. Ja. Ik wil het katje pakken. Ja. En toen werd die ladder weggehaald. Ja, toen kwam ik aan en toen was hij helemaal voetsie. Maar toen ben ik een touwwezen halen, weet je nog wel? En dat heb ik toen naar boven gegooid. En dat heb jij toen vastgemaakt aan die paal die uit de muur stak. En toen heb ik dat strak gehouden. En toen heb jij dat kastje gepakt. Dat weet ik nog heel goed. Nou Bassie, ik kan je wel vertellen dat die truc, dat is de moeilijkste en de gevaarlijkste acrobatentruc die ik ooit heb gedaan. Volgens mij is het ook de plaaggeest geweest. Bassie, ik weet het wel zeker. Daar in Woerden was het ook de plaaggeest. We zijn er maar niet geweest. We zijn er maar niet geweest. Nee. Aan de andere kant van de oude lijnbaan, dat is die hele lange overkapping, is een parkeerplaats te vinden waar deze scène is opgenomen. Ik nam toen een aanloop, ik gaf een trap tegen die bal en oh, oh. Ja, en toen deed jij je voet zo erg zier en je gaf mij die schuld, maar ik had het helemaal niet gedaan. Dat is natuurlijk de plaaggeest geweest. Die hebt toen die grote stenen in die bal gestopt. Nu weet ik het zeker. Weet jij nog wel, daarna, toen ik mijn jasje aan ging trekken, Toen bleek ineens dat mijn mouwen dicht genaaid waren. Ja, en daar gaf je mij de schuld van. Maar ik ben niet aan je jasje geweest. Dat was vast de plaaggeest. Sla rechtsaf en loop over de Baanstraat richting het centrum. Bij de Zomerstraat steek je schuin over en loop je de Brede Steeg in. Het laatste gebouw aan de rechterkant is te herkennen als de Dierenwinkel. Hey, ga je mee naar binnen? Nee, ik ga eerst even in de krant kopen. Oké, bij jou terug. Er staat niet zo stom te lachen. Ik nou die baal over. Wat is dat nou? Ik de verschieties. Is het niet een beetje veel? Waarom? De beest eet wel 100 korrels per dag. Ik zou maar oppassen met een veel eten. Waarom? Want dan heb je geen... Sla linksaf de markt op en ga meteen weer linksaf de Maassluisse dijk in. Meteen na de bocht zie je aan de rechterkant een afgesloten parkeerterrein liggen.
Dit is een optionele uitbreiding van de route. Op deze weg is ook de locatie te vinden waar de caravan de dijk afrolt. Dit is wel 400 meter lopen en je moet dezelfde weg ook weer terug. Als je deze extra wandeling wilt maken, dan is dit de hele scène die je daar kunt zien. Ja? Pas op dat hij niet de dijk afrolt. Ja, ik ben wel dom en niet slim, maar... Hey, oh, Anja! Nee, oh, kijk nou. Hey, oh, oh, no. Nee. Loop weer terug de markt op en sla weer linksaf. Aan de linkerkant zie je een restaurant liggen. Hier binnen is deze droomwereld opgenomen. Ja. Loop verder over de markt en blijf bij de volgende weg naar links even staan. Dit is de schoolstraat en iets verderop zie je een parkeergarage. Hier lag vroeger de school van Bas en Aad. Hartelijk dank, heren, voor uw hulp. Graag gedaan, meneer. Ja, graag gedaan, maar ik heb liever een banaan. Nou, dan moet u er een kopen. Loop verder over de markt en je herkent meteen deze locatie. Hallo vriendjes en vriendinnetjes, we komen er weer aan. Loop met de bocht mee over de markt en na huis nummer 50 sla je linksaf de smalle havenstraat in. Hier is een van de allereerste scènes opgenomen uit De Plaaggeest. Waar we vanavond met de plas naartoe gaan. Oh ja, circus Mariska en met die acrobaat Adrian, die is goed joh. Ja, en zijn vriendje Bassie is er ook bij. Nou, dan kunnen we lachen. Ga je mee, Helen? Gaan we naar huis, ons huiswerk maken. Iets verderop in deze straat is in een later avontuur opnieuw opgenomen. Kom, we gaan er weer tegenaan. Nee, we laten ons niet verslaan. Tegenslag, dat kan gebeuren. Maar dan zie je ons niet treuren. We starten. Loop terug de markt op, terug naar het stadhuis en loop het steegje in rechts van het stadhuis, de Waalstraat. Ga rechtdoor op de Waalstraat tot je aan de rechterkant eetcafé De Waal ziet liggen. Het gebouw aan de linkerkant, dat kun je herkennen als de bakkerij. Wat is er? Ruik je wat? Ja, ik ruik vers brood. Vers brood? Ja, allicht. We staan voor een banketbakkerswinkel. Hey, kijk nou eens, ik zie allemaal slagroomtaartjes en slagroompunten. Oh, Adriaan, ik wil zo'n grote slagroompunt. Zeg, ik zal eens even een grote slagroompunt gaan halen. Heb jij geld bij je? Heb je geld? Nou, ik heb precies... ik heb precies niets. Zag je dat? Sla rechtsaf de Veerplein in richting het winkelgebied. Loop een eindje door. Je ziet aan de linkerkant een pleintje liggen. En als je aan het einde van dit pleintje bent, zie je aan de rechterkant een overdekt winkelcentrum liggen. Liesveld. Loop hierin en kijk voorzichtig achterom. Kom, we gaan er weer tegenaan. Nee, we laten ons niet verslaan. Tegenslag, dat kan gebeuren. Maar dan zie je ons niet treuren. We starten weer van vooraf aan. Je kunt ons niet het veld uitslaan. We gaan er vrees weer tegenaan. We komen toch weer bovenaan. Wil je een extra ommetje maken? Volg dan deze route naar de kruising van Veerplein en Korte Hoogstraat. Nog een keer als je oversteken moet. Kijk links, kijk rechts en nog een keer, want dan doe je het pas. Maak je dit ommetje niet? Loop dan deze overdekte straat helemaal uit. Sla linksaf en ga meteen rechtsaf en loop de trappen op. Blijf deze weg volgen, ga over de brug en na een paar minuten zie je aan de linkerkant de stadsgehoorzaal. Yo, jongens, ik
Loop de ingang voorbij en bij de bushalte ga je het paadje in. Je komt achter de stadsgehoorzaal uit op een parkeerplein. En hier is best veel opgenomen uit De Plaaggeest. De Plaaggeest. Weer verdwenen. Gaan we kijken waar Bas hier is. Kan hij daar zijn? Ga rechtsaf de Emmastraat in, ga linksaf en weer rechtsaf. We komen bij een locatie uit de serie van De Verdwenen Kroon. Wat is er aan de hand, agent? Ik zag jullie gelukkig rijden. Ik was op weg naar jullie toe. Jullie moeten onmiddellijk bij adjudant Van der Steen komen. Waarom, agent? Waarom precies, weet ik niet. Het heeft iets te maken met die ontsnapte boeven. Rij maar achter me aan. Aan de linkerkant zie je het Oranjepark liggen. Hier hebben Bassie en Adriaan vaker opgenomen. Er is veel in dit park veranderd en daarom is het best lastig om locaties te vinden. Een mogelijke locatie ligt op ruim 300 meter wandelen. Dit hoort niet bij de route, maar als je het leuk vindt, kun je deze locatie natuurlijk gewoon even bezoeken. Hallo vriendjes en vriendinnetjes, we komen er weer aan. Loop de Hofsingel helemaal uit en sla rechtsaf. Loop naar de grote rotonde en aan de linkerkant zul je dit huis zien liggen, waar Aad voor het eerst de baron speelde. Ja, dankjewel. Ga op de rotonde rechtsaf. Net voordat je weer bij de stadsgehoorzaal bent, sla je linksaf. De Eendrachtstraat in. En na 100 meter kun je deze locatie herkennen. Arjan, we boffen. Hij is nog open. Kom maar naar binnen. Okay. Zo. We hebben alles. Zo. En precies op tijd. Maar nu moeten we snel naar huis. Naar huis, waarom? Je moet heel snel eten voor me klaarmaken. Heel snel eten klaarmaken? Waarom, Bassie? Omdat ik rammel op allemaal van de honger. Sla rechtsaf de Willem Beukelszoonstraat in. Aan het eind van deze weg kom je op de Oosthavenkade uit. Sla hier linksaf. Aan de linkerkant zul je deze deur herkennen. Thank you.
Loop een stukje door tot je bij deze trappen aankomt. In en rondom dit voormalige pakhuis zijn veel opnames gemaakt voor de verschillende series. Ja, baas. Niet zo. Ja, geen. Hij is al rond. Kom op, daar binnen. Wat kan ik winnen? Ik zeg daar binnen. Oh, zeg dat dan. Zit. Nou, daar gaan we door. Ja, klinkt al omhoog. Maar te hopen dat zijn plan slaagt. Zo, draaitje zit erin. Nu gaan we weg. Nee, wacht even. Ik moet nog bommelen. Loop nog een stuk door totdat je vlak voor de brug deze trappen ziet. Trommels, waar blijven jullie zo lang? Bami happen! Ik sta de hele dag op jullie te wachten! Ja, hallo baas! Luxemburg ligt niet naast de deur! Oh baas, we moesten een behoorlijk stukje zwemmen. Ja, en we hadden pech. Onderweg begon het ook nog te regenen. En het water was koud, baas. Ik heb een hekel aan koud water. Dan had je sneller moeten zwemmen, frikandel! We zijn bijna rond, maar voor de liefhebbers is hier nog een ommetje naar twee extra locaties. Daar is mijn klapband. Allemaal magisch, wat doen we nou? Dat is toch heel eenvoudig. We gaan het wiel verwisselen. Ja, hoor je bij jouw sterk zeggen. En aan de overkant van het water zie je dit gebouw staan uit de reis vol verrassingen. Trommels, trommels, trommels. Altijd als ik een geniaal plan heb, loopt het verkeerd door die Bassie en Adriaan. Ga de brug over en loop terug naar het beginpunt, het museum. In dit museum is ook een bekende locatie te vinden. Let vooral op de deur. Adriaan! Hey Adriaan, dag Bassie. Hallo. Hallo Robin. Ben je ook geen dus in de circusbeeldjes? Nee, ik ben hier om de beveiligingen en de alarminstallatie te controleren. Oh, u bent natuurlijk bang dat er pikken moeten komen die de circusbeeldjes weghalen. Nee, ik ben bang dat ze dat weghalen. Allemaal magisch. Wat een mooie kroon is dat. Nou, nu is zeker een heleboel veel poen waard. We hebben de kroon. Voor de echte fans heb ik nog een paar extra locaties. In het noorden van Vlaardingen zijn deze vier locaties te vinden. Het politiebureau uit de verschillende series. De brug waar de jongen uit het water werd gered. Het veldje waar Bassie en Adriaan het circus kwijtraakten. En de autogarage. De vaak zei er altijd een soort spreuk bij. Hé, Adriaan, kijk nou eens. Ja, dankjewel, meneer Soro. Zeg Adriaan, zorg dat je een lekker band krijgt, jongen. Anders rij je man. Vlak bij de snelweg ligt dit tankstation, waar deze scène uit De Plaaggeest is opgenomen. Vlak bij de marathonweg ligt het gebouw waar werd ingebroken. Je kunt het helaas niet zien vanaf de openbare weg. B2, forceer dat raam. Wat zeg je? Forceer dat raam! Nou, je hoeft niet zo te schrijven. Alsjeblieft, u kunt naar binnen. En vlak bij het metrostation is deze parkeerplaats te vinden. De opnames vonden plaats op de tegenwoordig besloten parkeerplaats van het bedrijfspand.
Er zijn natuurlijk nog veel meer locaties in Vlaardingen waar Bassie en Adriaan hebben opgenomen. Maar de meest bekende die heb je nu kunnen zien. Heb jij nog mooie locaties gevonden of heb je leuke foto's gemaakt tijdens deze wandeling? Post die dan online met de hashtag BNA Locatie.